En hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Mijnen met Gevoel Server. Mijn naam is Michael en vandaag gaan wij verder met ons nieuwe huisje. En zoals je hier kan zien, ik heb al wel het een en ander gedaan. Deze, ik had getest met een mod, dat zal ik zo meteen laten zien. En dat is de printer. En was ik bezig begonnen met het huisje, maar het vond ik toch cheaty. Dus ik hou het hierbij en de rest ga ik lekker zelf bouwen. En ik zal het zo meteen laten zien. De mod zelf gebruik ik wel. Maar ik ga de printer functie uitzetten. Ik klik bij mij op het toetsenbord. Ja, dan moet je de mod wel installeren. Dan heb ik die. En dan done. Ja, dan krijg je hier ook een soort blueprint van het gebouw. Nou, dan kan je hem hiermee kan je hem rotaten. Even kijken hoe dat zit. Zo. Voor mij hoort hij toch zo. Nee, hij wordt nog verder te rotate. Dit is voor mij echt zoveel makkelijker voor een aflevering om een gebouwtje na te bouwen. Ik moet telkens van dingetje naar dingetje naar dingetje naar dingetje switchen. En dat is gewoon, als YouTube zijn, het gewoon echt moeilijk. Dan moet iets naar beneden. Dan moet die, even kijken. Dan moet die kant, ja. Dan moet hij nog verder, tot de deur, zeg maar, bij de deur komt. Oh, dat is de verkeerde kant. Zo. Die kant op. Zo. Voor mij moet hij dan eentje naar achter. Of niet. Ja, voor mij moet hij eentje naar achter. Zo. Nou moet hij kloppen. Ja hoor, daar klopt. Nou, maar zeg maar zo te zien is het best wel raar. Ik ga het zo meteen nog heel anders instellen. Want dit is natuurlijk inderdaad nog wel een beetje raar. Maar ja, dit is dus de mod. Ik vind hem echt heel erg handig. En hij zegt hier dat hier wood moet komen. Maar ik doe hier aan spruce wood. Want dat weten jullie. Ik bouw natuurlijk in een andere stijl. En dan zegt hij dat het natuurlijk niet klopt. Maar het klopt gewoon wel. En ik had eerst deze mode aanstaan. Printer. Als ik undo. Dan gaat hij automatisch bouwen, zeg maar, wat je nodig hebt. Of wat je moet doen. En hier zie je welke materialen je allemaal nodig hebt. Dus dat is echt voor mij extreem handig om dat te gaan verzamelen. Dat heb ik deze aflevering tijd voor. Volgende aflevering ga ik voor de aflevering alles verzamelen. En dan ga ik daarna uploaden. Waarom is deze deur niet goed? Hij zegt omdat die open staat. Maar oké. Laten we eens even gaan bouwen. En dan ga ik hem verder instellen. Dan kan ik all of layers. Nou, ik heb nu de twee layers aanstaan. Nou, die heb ik al af, om het zo maar te zeggen. Die heb ik al bijna af, helemaal af. Ja, die heb ik al helemaal af. Nou, dan ga ik dus naar de volgende layer. Waarom zegt hij dat? Wat moet hier dan? Wat? Oké, deze mod die werkt dus nog niet helemaal zoals ik dacht. Ja, een beetje apart dit. Ik bedoel, deze dingen die staan er toch echt? Wat legt het nou mij? Maar dat komt gewoon, ja, dat klopt gewoon niet helemaal, zeg maar. Dan, denk ik. En zo klopt die niet. Zat die crafted hebben, staat natuurlijk ook niet aan. Oh, dat heb ik gewoon nog niet geplaatst, joh. Nee, dat is het. Ik heb hem gewoon nog niet geplaatst, joh. Dat dag al, wat is dit nou? Maar dat, ik moest even doorkrijgen hoe die mod ook alweer werkt. Zo. Nee, dat klopt nog niet. Ik moet hem zeker waarschijnlijk bovenaan doen. Zo, kijk. Nou, klopt. Kijk eens aan. Maar het interieur, dat wil ik eigenlijk nog helemaal niet gaan doen. Ik bedoel, het is niet zo heel veel moeite. Maar ik wil eigenlijk alleen nog even dit, beetje het uiterlijk gaan doen. Het interieur, dat kan altijd nog, zeg ik maar. Ik bedoel, deze tafeltjes erop. Ik bedoel, het is een kleine moeite. Maar ja, het moet wel gebeuren. Dus dan kunnen we op naar, denk ik, de volgende layer. Oh ja, hier moet nog hout. Oké. Laten we even hout pakken. Heb ik dat? Oh, heb ik gewoon nog. Ja, ik hoef het helemaal niet te halen. Zo. Nou, dit is gewoon wat we lekker gaan doen. Het ziet er een beetje raar uit, wat ik net ook al zei. Maar het is zo ontiegelijk handig, deze mod. Voor dit soort dingen is echt handig. Ik bedoel, we hebben niet alles, maar we hebben wel grotendeels. Dat is belangrijk. Zo. Zo.
En dat, dit is gewoon lekker makkelijk voor mij om te bouwen. Ik bedoel, een opname, daar moet je veel aandacht aan. Je kan niet zeg maar zeggen van ja, ik ga lekker bouwen. Want je moet ook je opname moet je opnemen. En daar zit ook best veel tijd in. Je kan niet even stil zijn. Je moet blijven praten. Probeer ik dan, hè. Ik bedoel, dat lukt niet altijd. Maar ik probeer altijd te blijven praten. Deze die kan ik eigenlijk wel verbruiken aan een crafting table weer. Zo. Dan een trapdoor aan de bovenkant. Nee, nu moet hij er aan de onderkant zeker dan. Kijk, nou, oké. Okay. Dan hebben we al die kraantjes. Nou, dat interesseert me even eigenlijk helemaal geen ene fuck. Ik kan nog wel even die chest doen. Even een chestje maken. Van Birchwood. Dat gebruik ik nu ook toch niet. Even voorlopig tijdelijk. Maar van dit soort dingen, van deze projecten, gaat je inventory zo fucking vol zitten. Daar word je echt helemaal echt naar van. Daar word je gewoon naar van. Echt gewoon naar van. Het chill is dat je nu natuurlijk die chest plaatst. Die kan je ook gewoon lekker gebruiken. Dus dat is ook gewoon een voordeel. Nou, dan hebben we deze layer. En dan doen we een pijltje of een plusje. En dan hebben we de volgende layer. Hoe we dit helemaal in elkaar moeten gaan zetten. En dat is echt het handige hieraan. Ik bedoel... Ja, het is een beetje misschien cheaty aan de ene kant ook weer niet. Want ik bedoel, je plaatst gewoon je blokken. Alleen je hoeft niet de hele tijd heen en weer, heen en weer, heen en weer. Als jullie begrijpen wat ik bedoel, echt, dat zou ik fucking vet vinden. Want ik bedoel, sommige kijkers zullen het wel te cheaty gaan vinden. Dan moet je dat zeggen. Als je het gewoon goed vindt, dan laat ik het zo. Dan moet je zeggen dat het wel leuk is. Ik bedoel, het is voor mij ook best nog wel moeilijk om dit te plaatsen hoor. Ik bedoel, het ziet er toch even... apart uit. Om zo maar te zeggen. Ja, het ziet er wel redelijk apart uit. Ja. Zo. Oh, dat hoort niet zo. Ik moet er misschien eerst een spruce wood plank plaatsen. Zo. Paars is trouwens dat je dat blok met R moet vervangen. Dus dan zegt hij, haal dit blok weg. Dat moet een ander blok zijn. Of ik bedoel, dat moet lucht zijn. En zo codeert deze mod dit eigenlijk. Heel simpel. Maar wel echt extreem handig. Vooral voor ons als YouTube zijnde. Hoe heet de mod dan, Michael? Dat vraag je dan af. Dit is de cinematic mod. En je hebt de cinematic mod, dat is voor. En je hebt de skinmatic mod ofzo. Een van die twee. En het heeft totaal een andere betekenis. Het lijkt extreem veel op elkaar. Waarom zeg ik zoveel extreem? Maar het is wel zo. Het lijkt veel op elkaar. Waarom hoort deze hier niet? Nou, je hoort een... Oké. Ik zeg veel extreem, maar... Het lijkt veel op elkaar. Maar het is totaal iets verschillends. Ik bedoel, een cinematic is opnemen en schematic. Dat is weer heel wat anders. Wat ik wel eigenlijk wou zeggen, maar oké. En dat is deze mod. En ik vind hem echt handig. En het komt ook een beetje door iMine dat ik erachter ben gekomen. Want, hoe heet die, Maker Tim die gebruikt hem. Maar, ja. Het is gewoon handig. Ik bedoel, ik kan er ook niks anders van maken. Het is gewoon een chille en handige mod. Oh, die had ik niet doorheen moeten vallen. En mijn cobblestone is op. Ik denk dat hier nog wel wat in zit. Ja, kijk eens aan. Kan ik er meteen weer wat sterks van maken. Ik bedoel, dat is ook belangrijk, toch? Maar ja, waarom heb ik dit dan zo weinig tijd? Omdat ik toch geen boeiend onderwerp om over te praten eigenlijk. Vandaag heb ik even niet over nagedacht. Ik heb morgen een MO voor een vak waar ik best wel slecht voor sta. Dus ik moet daar echt even goed voor gaan leren, voor een MO. En ik heb een SO van muziek. Nou, dat is op zich niet zo heel moeilijk. Maar ja, ik moet het toch eventjes even oefenen. Ik bedoel, anders dan gaat het niet lukken niet. Dus het gaat niet lukken niet. Dan ga ik geen voldoende halen niet. En dat moet ik eigenlijk wel even. Voor muziek hoeft het niet zozeer. Maar voor... wat moet hier? Cobblestone gewoon. Oké. Kan ik hier al die cobblestone op plaatsen. En dan kan ik hier jump en plaats. Wat moet hier? Een button. Die zit er toch al op. Oh, die moet ik nog plaatsen dus. Oké. Dat is een beetje... af en toe een beetje raar. Maar oké. Zo, een buttentje plaatsen. Button. En zo bouw je echt laag van laag op. Ook meteen een beetje decoratie. Ik bedoel, het is niet meteen alles decoratie, maar wel meteen een beetje. Nou, dan moet ik een crafting table hebben. Dan ga ik van... dat heb ik nog staan zelfs.
Ik moet gewoon wat meer sters hebben. Dat is één ding. En wat meer sters. Ik bedoel, ik kan wel de helft pakken en daar gewoon allemaal sters van maken. Dat is geen probleem. No problem. Ik denk dat we ze bijna helemaal erop aan gaan maken. Ja, dat red ik wel. Ik heb veel sters nodig in de kobbel. Dat is op zich aan de ene kant wel een voordeel, aan de andere kant ook weer een nadeel. Want sters zijn nog best wel duur. Oh, ik heb trouwens nog genoeg. En dan maak ik daar gewoon even sters mee op. Zodat ik meer ruimte heb. En dan moet ik die nog meenemen. Ja, dat hebben we allemaal nodig, jongens. Allemaal nodig. Geloof me. Het is veel werk, dit huis. Het is een niet zo heel makkelijk huis, maar ik heb het ervoor over. Het is een mooi huis. Dat is ook belangrijk. Dat is ook een cobblestone stair. Dat dacht ik al. Je gaat zo naar binnen. Wat? Niet goed. Hoe gaat... Huh? Dat is gewoon een blok. Nee. Dan zit die op een of andere manier. Die moet even daar. Zo. Waarom zo? Dus kan je toch net zo goed gewoon een blok gebruiken? Of ligt het nou mij? Dat zal wel mij leggen. Hey, Skeletony. Vind je niet zo lief? Nou ben je dood. Ja, nou ben je dood. Daarnaast moeten we binnenkort eens even Ruben gaan pranken, want hij heeft me al, hij heeft me natuurlijk geprankt. Nou ja, geprankt kan ik het niet noemen, maar ik ga wel eens een keer wat bij hem terug doen. Vind ik wel leuk om dat te doen. Mag hij wel eens een keertje terugkrijgen eigenlijk. Na al die jaren mij gepest te hebben met deze dingetje. Niet lief. Hij is ook laatst geprankt, dat zag ik een filmpje. Ik zal geen linkje in de beschrijving zetten, want dan ben ik toch vergeten achter voor. Maar als je nog niet op Ruben geabonneerd bent, dan moet je dat zeker even doen. Hij maakt ook gewoon MMG video's. Maar ja, hij was dus laatst gewoon geprankt door Dave. En wie is Dave dan? Nou, dat is eigenlijk Rick, maar dan zijn broertje. Is het een broertje of een broer? Voor mij is het gewoon een broer, maar boeit me niet. Zo. Oké, okay, dat kan ik ook gewoon zo plaatsen trouwens. Wat is dit? Is gewoon cobblestone. Zo, cobblestone een keer. Nee, niet daar. Nou, als we elke aflevering twee layers doen, nou dan zijn we bijna klaar hoor jongens. Dan zijn we gewoon zo snel klaar, dat wil je niet eens weten. Nou, er stonden gewoon al... Dingen. Dingetjes, weet je wel. Die dingetjes. Nou, dan zijn we bijna klaar. Kun je nagaan hoe snel we zijn. Nu moet deze wel zo, hè? Ja. Dood. En ik heb geen leaves meer. Die zijn op. Nou, dat was deze layer eigenlijk. En ik denk dat ik het ook hierbij ga houden. Ik weet niet hoe groot de volgende layer is. Ik denk dat die veel... Ja. Dat is even... Daar heb ik geen hout voor. Dus daar ga ik volgende aflevering aan werken nog. Dus kijkers, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet een groen duimpje omhoog doen. Even te abonneren en dan check ik jullie de volgende keer terug. Maar weer een nieuwe aflevering van De Mijnen met Gevoelsurfen. Tot de volgende keer. En ik zeg later.